Hoi, ik ben Gian en welkom bij deze video over groepenbeheer. Ik werk hier in de methode Door Nederlands, maar alles wat ik vertel in deze video is ook van toepassing op andere methodes waar je Edition voor kunt gebruiken. Je ziet hier de menubalk en aan de rechterkant van de menubalk daar vind ik de knop Beheer. Op het moment dat je een nieuwe klas les gaat geven of je wil een nieuwe groep aanmaken, dan heb je deze knop nodig. Je vindt hier twee opties, namelijk arrangeren en groepenbeheer. Wat je nu nodig hebt is groepenbeheer. Je ziet hier de klassen die ik al eerder heb aangemaakt in deze tabel. Dat is één klas in dit geval. Die staat op deze regel. Op het moment dat ik een nieuwe groep aan wil maken, dan klik ik op deze rode knop. Voeg groep toe en dan opent zich een pop-up en daar heb ik een aantal velden. En dan kan ik mijn klas een naam geven. Ik kan een onderwijsniveau instellen en ik kan een leerjaar kiezen. En er zijn een aantal velden die zijn al ingevuld, die kun je gewoon zo laten staan. En dan klik je op toevoegen. En op dat moment dan zie je dat er een extra groep is toegevoegd aan dit overzicht. Aan de rechterkant daar vind je een aantal icoontjes, waaronder een potloodje. Wanneer je op dat potloodje klikt, dan opent zich eigenlijk weer datzelfde pop-up en dan kun je de zaken die je net hebt ingevoerd, kun je weer wijzigen. Je kan dus altijd wijzigingen aanbrengen aan datgene wat je eerder hebt gedaan, dus de groep die je eerder hebt aangemaakt. Daarnaast vind je een icoontje met een aantal poppetjes en wanneer ik daarop klik, dan zie ik de personen die in deze groep zitten. Het zijn er in dit geval 6 en sommigen hebben een icoontje met zo'n poppetje, dat zijn leerlingen. En anderen hebben een icoontje met zo'n hoedje en dat zijn docenten. Als ik één stap terug ga, kom ik weer in dat overzicht terecht. Wat jij nu hebt gedaan, dat is een groep aangemaakt. Het enige wat nu nog moet gebeuren, is dat studenten zichzelf toegang verschaffen tot jouw groep. En dat doen ze door het invoeren van de groepscode die hoort bij de groep. En die groepscodes vind je in deze kolom. Je ziet hier een groepscode staan. Cijfers zijn rood en letters zijn zwart. Deze groepscode die deel je met je studenten. Dat kun je doen door het gewoon op deze manier te laten zien. Je kan het ook kopiëren en vervolgens in de Teams chat zetten. Je kan het mailen. En studenten voeren dat vervolgens in door rechtsboven op hun naam te klikken. En vervolgens op groepscode. En op het moment dat ze dat doen, komen ze in een scherm terecht met alleen dit invulveld. Ze voeren die code die ze van jou hebben ontvangen, voeren ze in en ze melden zich aan bij de groep. Dat is het enige wat zij moeten doen. En op dat moment dan zul jij, nadat je dit scherm hebt ververst, het aantal gebruikers hier zien toenemen. Als je wil weten wie hebben zich nu aangemeld en wie niet, dan kun je hier op gebruikers klikken, zoals ik dat net ook deed. En dan zie je hier welke studenten zich hebben toegevoegd aan jouw klas. Er is een aparte video beschikbaar die je kan toesturen naar studenten waar een instructie is voor hen hoe zij die code in kunnen voeren. Als je nog vragen hebt, neem gerust contact met ons op. Op de website staan de contactgegevens www.teamemeulhof.nl/contact.